Ja, er is een tijd geweest dat ik het dus gewoon heel leuk vond om op de foto te gaan met de KNVB-beker. Nou, die tijd, die is achter mij hoor. Want ik ben wel helemaal klaar met die KNVB-beker. Want, ze zijn weer aan het spelen nu. Ze zijn weer stiekem begonnen met al die amateurclubs. En ze doen gewoon alsof er niks aan de hand is. En ze beginnen gewoon weer aan het volgende toernooi. Nou, Hero, KNVB. Alsjeblieft. Dat hele afgelaste van die bekerfinale. Dat hangt toch nog als een gitzwarte wolk boven het voetbal. Ik bedoel, heel Europa, overal in Europa, hebben ze allemaal hun bekerfinales gespeeld. En of het nou Frankrijk is, Engeland, Duitsland, weet ik veel. Allemaal hebben ze hun bekerfinale gespeeld. Omdat dat gewoon kan. Want je gaat nu een heel toernooi en het ging maar om één wedstrijd. Eén potje, één maar. Eén wedstrijd tussen Feyenoord en Utrecht, dat was het dan. Ja, en die had gewoon in augustus, helemaal in het begin, had die gewoon gespeeld kunnen worden. Ja, en dan hadden we gewoon, had je gewoon die beker kunnen uitreiken. Punt, dat je een winnaar gehad. En dat heb je nu niet gedaan, want nu heb je al die supporters van Feyenoord en van Utrecht, vooral die van Utrecht, die heb je gewoon enorm in de maling genomen. Ja, want die gaan naar die bekerwedstrijden toe en het stelt niks voor. Het gaat nergens over. En ik ben het gewoon nog niet vergeten. Nee, ik ben nog steeds niet vergeten. En het zit me nog steeds ongelooflijk dwars dat die bekerfinale gewoon zo eruit gekieperd is. Dat is belachelijk. En luister eens even goed. Je zal maar sponsor zijn van dit hele belachelijke gebeuren. Van dit gedrocht van een toernooi. Je zal maar Toto heten. Toto. Toto KNVB-beker. En de betaalt, die halve gare Toto, die betaalt daar ook nog voor om zijn naam te verbinden aan dit klote toernooi, want dat is het gewoon. Weet je wat jullie hadden moeten doen, Toto? Toen die bekerfinale werd afgelast, toen hadden jullie je bek moeten open doen. Toen hadden jullie moeten praten. Toen had je moeten zeggen van, maar dan haal ik ook mijn naam van die beker af. In plaats van leuk door te gaan met koning Toto. Weet je? Nee, dan had je een statement gemaakt. Ja, want dat hele toernooi, daar ga ik nooit meer naar kijken. Nee, echt nooit meer. En dat moeten jullie ook doen. Gewoon boycotten die handel. Niks meer KNVB-beker. Hier, steek hem in je weet wel.